bus hebben, de handdruk. Dan rijden de bus weer starten. Wacht met iedereen van de bus. Enkele regels uit het door Cynthia McLeod geschreven boek Brian Eet Smakelijk, dat vanmorgen werd voorgelezen op de Nabawi School in verband met Nationale Voorleesdag in Suriname. Innerwiel Paramaribo heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het boek Brian Eet Smakelijk gefinancierd om kinderen aan te moedigen meer te lezen. Enthousiaste en leergierige gezichten wanneer McLeod haar boek voorleest en enkele wijze lessen deelt. Deborah Frenkel, penningmeester Innerwiel Paramaribo, zegt dat het belangrijk is om kinderen te stimuleren meer te lezen. Daarom heeft de organisatie getracht door middel van het financieren van dit boek een stimulans te geven aan het leesgedrag bij kinderen. Om geen enkel school tekort te doen, is er door de organisatie en het MINOC een selectie van scholen gemaakt, een van welke de Nabawi School is. Frenkel zegt dat het belangrijk is het leesgedrag bij kinderen van jongs af aan te stimuleren. Het is enorm belangrijk, het verrijkt hun kennis, ze krijgen informatie zo tot zich toe, ze nemen informatie tot zich en gewoon voor hun algemene ontwikkeling. En als kinderen van lezen houden, zei ik al, komen ze gewoon veel verder in deze maatschappij. En als je van lezen houdt, zal je ook merken dat je studie beter gaat. Want je moet lezen om te weten wat je tot je moet nemen. Dus lezen is enorm belangrijk. En je kan niet zo vroeg, je kan zo vroeg als mogelijk beginnen. En ja, we proberen dus daardoor, dus door met deze voorleesdag kinderen een beetje bewust te maken. Nog meer bewust te maken eigenlijk en te interesseren om te lezen. Ik vind lezen heel belangrijk. Omdat, misschien bijvoorbeeld bij geschiedenis toch, het gaat je vertellen wat er vroeger gebeurd is. Omdat ik, dat ik goed kan opgroeien, dan weet ik veel over wat het geschiedenis is ofzo. En ik kan mijn doel bereiken. Auteur McLeod stelt dat er vanaf de opvoeding een goed fundament moet worden gelegd dat zal uitmonden in een gezond leesgedrag. Daarom is het volgens de auteur belangrijk aandacht te besteden aan kinderen die vooral een afwijkend leesgedrag vertonen. Marlene Liqui is het eens met McLeod. Daarom heeft de leiding van de school getracht externe hulp te vragen aan een logopedist. Ouders moeten dat stimuleren en het begint eigenlijk al vanaf die kinderen baby zijn. Ja? Om met je kind te lezen. Bovendien, als je dat doet, vanaf die kinderen heel jong zijn, dan is het iets fijns. Want mama houdt je op schoot en mama doet samen met jou dit. Hè? Dan is lezen en een boekje bezig zijn, wordt in dat kind zijn hoofd en zijn leefwereld, wordt alvast iets prettigs. Hè? En het moet ook prettig zijn. Hè? En dan gaat dat kind vanzelf gestimuleerd worden om te gaan lezen, zelf te gaan lezen. We hebben afgelopen maand een logopedist gehad. En die heeft ons geholpen om de achterstand eigenlijk in te lopen. Zij is ook erachter gekomen wat het probleem is, wat het leesprobleem is van zo'n kind. En dat dankzij haar zijn wij dus erachter gekomen wat eigenlijk zo'n kindje scheelt. Natuurlijk blijven we daar zitten. We gaan het kindje door begeleiden. De directrice gaf te kennen dat met het door de logopedist geïdentificeerd probleem gewerkt wordt aan een oplossing. Geen enkel kind mag gestagneerd worden in het leren en ook niet met het lezen, aldus Liqui.